Op 30 april was er voor de 28ste keer de Koninginnenmarkt in Hapert. En de organisatie had tijd nog moeite gespaard om er iets leuks van te maken. De straten waren opgefleurd, 200 marktkramen en een gevarieerd programma om de bezoekers te vermaken. Wilt u nog foto's zien van dit evenement? Kijk dan op www.koninginnenmarkthapert.nl. Zoals elk jaar trappen we ook dit jaar weer af met de kinderoptocht, kinderfietstocht. Kindertjes zijn al allemaal aan het verzamelen en we hebben er allemaal zin in. Het is nu wachten op de harmonie. Die gaat de kinderen voort naar de markt. En daar is er nog een mooie ballonnenwedstrijd. En kunnen de kinderen mooie prijzen winnen. We hebben net kunnen genieten van de kinderoptocht, maar natuurlijk is er nog meer te doen. En daar gaan we nu eventjes naartoe. En met wie gaan we dat allemaal doen? Met Henk Hermans, de voorzitter van de Koninginnenmarkt uit Hapert. Meneer, dan vraag ik u heel beleefd, van wie bent u en wat komt u dan doen hier? Mijn naam is Lakai Eugène, komend uit het land van ooit. Ooit. Nu werkzaam bij de koningin zelf en die vandaag gedetacheerd in Hapert. Henk, waar zijn we nu bij uitgekomen? Dit zijn studenten van het ROC Tilburg, afdeling kunst, cultuur en media. Die we gevraagd hebben om hun kunsten te laten zien op onze markt. En hoe noem je dit onderdeel? Living Statue. Brandweer hebben wij gevraagd van, goh, is het iets om leden te werven, jeugdbrandweer mensen, alvast op te leiden. En daar hebben ze gehoor aan gegeven. Nou, deze jongen die gaat nu een bak met gas, een gasbrand gaat hij blussen. Niet helemaal gelukt zo te zien, maar nu wel. Luister, welk onderdeel is dit? Dit is Club Wheels, die we gevraagd hebben. We hebben hier een schitterend terrein van het KBP. We hebben daar een parcours aangelegd en we hebben Club Wheels gevraagd om daar rond te rijden met de genodigden. Henk, jij had deze stand graag in de picture. Waarom eigenlijk? Sport is erg gezond. BC Bladel maakt daar gebruik van. Het is een flinke sport. Een heftige sport. Je kunt daar je ei in kwijt en je energie. 1, 2, 3. Strek je blad. Strek je armen. Strek je armen. Luister maken. Goedemiddag allemaal, we gaan weer beginnen met een trial-demonstratie van Alex van den Broek. Ja, rijden op twee wielen is normaal, maar ja, dit is voor Alex normaal. Eén wiel is voldoende om 3 meter te rijden. Ja, je moet er overheen. Als we nou flink hard klappen, dan wil hij hoger. Zou die het halen? Nee. De hoogte van die hoge schans is ongeveer 4 meter. Even stilstaan tussen twee objecten. Dadelijk doorstappen naar de andere band. Het
Het is vrij moeilijk, je moet in één keer helemaal omhoog nu. Nou, we laten dit even niet aan de vrijwilligers zien. Er liggen er nu een stukje vijf. Vijf man. Nou. Dank u. En natuurlijk was er ook muziek. En met flink volume. Hier een optreden van Best Before. Representative of California is the floor. Erik, jij staat hier bij een kantelsimulator. Erik, en wat is jouw functie hierbij? Wij verzorgen rijopleidingen voor mensen die werken met voorrangsvoertuigen, dus die met zwaailicht en sirene mogen rijden. Ja. En in die opleiding, een onderdeel van die opleiding is dat we mensen leren hoe ze zichzelf of andere mensen uit een auto moeten bevrijden die op de kop ligt. Een 180 graden, dan hangt hij op zijn kop, dan voel je ook hoe het gewicht in de gordel hangt. Oké, Wil. Druk op de bovenbenen. Oké, dan ga je met de vrije hand ga je naar je gordelspanner toe. Houd de druk op de bovenbenen. Dan komt die uit de gordel en dan rol je met je billen mijn kant op. En op die manier rol je als het ware al uit de gordel.